Deze keer in Kijk op de Rivierenwijk. Bouw Delteveld gaat ook door tijdens de bouwvak. Aanleg Sporttunnel is gestart. En bloeifeest Floating Flowers. In de Rivierenwijk groeien bloemen op water. Het eerste bloeifeest bij Floating Flowers in de Holterkolk was een groot succes. Bewoners uit de Rivierenwijk kunnen vanaf nu zelf bepalen welke bloemen er bloeien op de drijvende eilanden in de Holterkolk. Ik ging eerst in een boot, toen was de boot gekomen, gingen we zaaien. Dan gingen we bij het eiland bloemetjes zaaien. En welke bloemetjes heb je gezaaid, weet je dat? Verschillende kleuren. Is dat leuk aan dat je met de boot gaat en dat het zo apart is? Want vaak heb je, hier niet zo leuke dingen, maar dat is wel apart. Dat had ik niet verwacht. Floating Flowers is een sociaal-artistiek project van beeldend kunstenaar Lopke Meekes. Afgelopen maand vond de officiële opening plaats van dit bijzondere kunstproject. Tijdens de opening gaf Liesbeth van Asten het goede voorbeeld. Ze is net als veel bewoners in het bootje gestapt en heeft de Rivierenwijk nog groener gemaakt. Ja, zojuist hebben we Floating Flowers officieel geopend. En dat is een nieuw project in de Rivierenwijk waarbij er een combinatie ook is gemaakt tussen kunst, cultuur en natuur. En dat is dan een project voor en met bewoners. Het leuke is weer, Rivierenwijk is echt een wijk met veel groen en veel water. En dit project doet daar nog even een kleine ingreep in door met kunst eigenlijk nog iets toe te voegen aan het groen. Op het water zelfs. Er zitten heel veel kleurrijke bloemen op. En we hebben het zelf ook gedaan en het is heel leuk. En dat heeft de Rivierenwijk heel kleurrijk gemaakt. Het is fantastisch. Als je in het bootje gaat, en ik kan het echt iedereen aanraden, dan ben je in één keer helemaal buiten. Dus dan is dat toch een heel ander beeld en gevoel als wanneer je gewoon vanaf de wal naar de Floating Flowers kijkt. Naast het zaaien was het voor bezoekers mogelijk om met hun eigen ogen te zien hoe een drijvend eiland nou gemaakt wordt. Kinderen van de groepen 5 van basisschool De Rivierenwijk werden ook eventjes in het zonnetje gezet vanwege hun enthousiaste bijdrage. Allemaal foto's van kinderen uit BS Rivierenwijk en hoe ze die eilanden allemaal hebben gemaakt. Het is een van de velere projectjes die zo in de Rivierenwijk gedaan zijn. Net zoals het fotoproject toen op tijd, het project met de tent, oersoep. Allemaal projecten vanuit de cultuurmakelaar gewoon ingezet om mensen die met kunst en cultuur bezig zijn en bewoners met elkaar te verbinden en samen aan de slag te gaan. Nou, dit is weer zo'n voorbeeld daarvan. Dus ik zou zeggen, iedereen, als je tijd hebt, kom een keer dan hier naartoe om even met dat bootje naar de drijvende tuinen te gaan. De aanleg voor de spoortunnel in de Rivierenwijk is gestart. De spoortunnel is voor fietsers en voetgangers en vormt een verbinding tussen de Rivierenwijk en het gebied van sportpark De Rielerenk. De aannemer heeft inmiddels beton gestort en is daarmee begonnen met de tunnel. Als de tunnel klaar is, wordt deze in oktober onder het spoor geschoven. Daarna worden de paden gemaakt en de tunnel afgebouwd. Als alles volgens planning verloopt, is de tunnel in het voorjaar van 2014 klaar. Meer informatie is te vinden op www.rivierenwijkdeventer.nl/spoortunnel. Nikkels en Rantree realiseren 54 huur- en koopwoningen op het Deltaveld. Samen met de gemeente Deventer gaven zij slechts 2 maanden geleden het startsein voor dit nieuw bouwproject. Op 16 mei stonden we hier en toen waren net de eerste palen de grond ingegaan. Nou, zoals je nu hierachter kan zien, wordt er nu heel hard gewerkt aan 54 woningen. Ze liggen al onder de kap, het gaat echt ontzettend hard. We lopen aardig op de planning, of aan de planning. Maar we gaan in de bouwvak door om de planning en de afbouwplanning, om die ook volgens schema te laten verlopen. De planning was ambitieus. Maar toch, bij Nikkels hebben we een partij gevonden die die ambitie waar kan maken. Oh, what a beautiful day. I wanna go outside and play. Pretty someday. Om het tempo er lekker in te houden, wordt er ook tijdens de bouwvak gewoon doorgewerkt. Dus we gaan gewoon de volle 4 weken door met allerlei activiteiten. Het metselen van de gevels gaat door, de dakplaten worden aangebracht. Dus eigenlijk worden gewoon volle bak doorgewerkt in deze bouwvakantie.
We gaan niet met de volle ploeg door, we gaan gedeeltelijk door. Hè. Dus er gaat één ploeg timmerlui gaan erdoor. Dan gaan de metselaars gaan één week door. En de lijmers die gaan de hele vakantie door. Er zijn nog woningen beschikbaar. Er zijn van de 35 huurwoningen zijn er een heel aantal aan de terugkeerders in de Rivierenwijk vergeven. Maar er zijn op dit moment nog 7 woningen beschikbaar. En die zullen via het verdeelsysteem worden verdeeld. U kunt zich nog steeds aanmelden voor een woning op het Deltaveld. Als mensen hun punten gespaard hebben, kunnen ze gewoon naar Woonkeuze Stedendriehoek gaan. Daar zullen ze één deze dagen aangemeld worden. En dan kunnen mensen ook gewoon kans maken om alsnog op het Deltaveld te komen wonen. Vooralsnog ligt alles op planning en zoals het er nu uitziet gaan we ook alle huurwoningen eind dit jaar opleveren.